Prima, maar nu niet. Kijk, neem die blaadje. Rustig, gast. Wat is er rustig, vriend? Neem die blaadje. Neem die blaadje nu. Wat is er aan de hand? Wat ga je die blaadje eten, jongen? Elke woensdag een nieuwe video. Word abonnee. Dames en heren, de examens. Ja, zijn we een beetje nerveus? Hoe staan we er eigenlijk voor? Bij mij komt het altijd goed. Bij jou komt het altijd goed. We staan vlak voor de examens. Elk jaar, dit jaar 2022, verloot ik een... Prijs! Prijs! Oh, ja! Een prijs! Van, ja, dankjewel. Ja. Van Digistudies. En Digistudies is een website. Wordt alle examenstof wordt er behandeld voor elk vak. Je hoeft lekker niks te lezen. Videootje kijken. En dan, als je die bekeken hebt... Dan heb je zoveel meer kans om het examen te halen. Want ze behandelen. Nee, ze zijn totaal niet saai. Ze is heel erg leuk. Hoe ga ik dat verloten? Handje drukken. Handje drukken. Nee, ik ga het niet wie de sterkste is, want dat weet ik. Want... Ander idee nog? De mooiste. De mooiste. Nou, dat wil ik ook. De mooiste. Ja, lijkt me ook geen goed idee. Mijn poep is mooier dan jij, man. Wat voor mooi compliment was dat? Dat mijn poep mooier is dan jij. Ja. Jij poept mij. Nee, ik snap het niet. Mijn poep is zelfs nog mooier dan dat jij bent. Dus ja. Mijn poep is nog meer... Maar je zegt heel hoog poep. Heb je altijd moeilijke stoelgang. Dat je zegt poep. En dan komt het ineens nee, eruit. Maar als ik moeite heb met poepen, denk ik, komt alles gelijk. Als je aan mij denkt, dan relax je helemaal en dan ga je heerlijk poepen. Goed. Nog een ander idee hoe we dit gaan verloten. Wie het meest uit zijn bek stinkt. Wie het meest uit zijn bek stinkt? Ja. Nou, wat een goed idee. Nee, dat ben ik. Nee, dat... Je hebt twee verschillende soorten docenten. Docenten die uit hun bek stinken. Docenten die gewoon uit hun bek sterven, vriend. Wauw, gadverdamme. Nee, ik poets mijn tanden altijd heel hard. Nou, jij poets je tanden met poep zeker. Dan ruik je echt zo'n koffiewalm als ze aankomen lopen. Dan sta je te wachten bij het lokaal en dan is het goedemorgen. Nee, ik had een heel ander idee. Deze ga ik verloten aan degene, dat is voor het examenvak wiskunde. Wie staat hier het slechtst voor wiskunde? Bilal. Sorry. Nee, maar oké, wie staat hier een 10 voor wiskunde? Ik sta niet zo goed. Ja, een 9, 8. Ja. Jij hebt een 8 wiskunde? Ja. Nou, dan val jij weg. Een 7. Wie heeft onvoldoende? Dan staat het nog best wel goed allemaal voor wiskunde. Bilal heeft onvoldoende. Ik dacht een 4,3. Dan heb je dit zeker nodig, een 4,3. En wat zei jij, Bilal? Zo'n 4,3 helaas. Jullie allebei zijn jullie 4,3. Ja. Ai, nou dan hebben jullie dit zeker nodig. Hoe gaan we dat doen? Ik heb een ideetje. Als jullie, schrijf jullie op, binnen een minuut. Hoeveel plaatsnamen in Nederland weet je met de letter A? Degene met het hoogste getal, die mag het proberen. Wat heb jij opgeschreven? 7. Jij denkt 7 plaatsnamen binnen een minuut. En jij? Zes. 6. Oh, nou, dan is het duidelijk. Anita, kom naar voren. Dan mag jij het doen. Binnen een minuut. Ik zal even een stopwatch erbij pakken. Welke letter was het ook alweer? Welke letter was het ook alweer? Letter A? Anita. Ja, jij bent Anita. Maar dat is geen plaats. Je bent geen plaats, toch? Ofwel, ben jij een plaats? Je neemt wel plaats in. Anita Land. Anita Stad. Tijd gaat nu in. Amsterdam. Klopt. Alkmaar. Almere. 3. Arnhem. 4. Apeldoorn. Ja. Moet je nog 2? Dan heb je de bom. Aalsmeerderbrug. Wie? Ja, dat is... Ik zoek het op. Aalsmeerderbrug. Dat klopt. Aalsmeerderbrug? Aalsmeerderbrug. Ja, is wat. Maar nu loop ik vast. Apkoude. Ja! Apkoude, ja! En dat snel ook binnen een halve minuut. Halve minuut, Apkoude. Ja, Anita heeft hem gewonnen. Ja, Digistudies. Ja, Digistudies, een kortingsbom. En dan ga je zeker wiskunde halen. Zeker weten. Goed, Bilal. Hij heeft op die plaatje heeft hij Apkoude geschreven, heeft jij laten zien, anders had ze niet gewonnen. Helemaal niet op die plaatje. Nou, dat heb ik niet gezien. Is dat zo? Heeft hij wat? Ja, het is beschrift. Nee, hij heeft echt een blaadje geschreven. Stijn, wat is er? Wat, ik heb helemaal niks gedaan, ik heb een schriftje. Hey, prima, maar nu niet gek. Neem die blaadje. Rustig, gast. Rustig, vriend. Neem die blaadje. Neem die blaadje nu. Wat is er aan de hand? Wat ga je die blaadje eten, jongen? Hey, oh, Bilo. Doe even. Spuug die uit, zeg ik tegen jou. Wat heeft... Spuug die blaadje uit. Rustig aan. Spuug die blaadje uit, zeg ik tegen jou. Wat is er, Bilo? Ga eens even zitten, joh. Ga eens even zitten, joh. Wat is er aan de hand? Niks aan de hand. Hij zegt dat ik helemaal een briefje heb laten zien. Ik heb niks gedaan, man. Hoe normaal, man. Wat heeft hij laten zien dan? Ik zou een briefje hebben laten zien.
Ik heb niks gedaan. Bilal legt, hij heeft dat slaas weer op code lopen schrijven omdat zij het niet wist, heeft hij laten zien. Ja, maar... Ik kan daar niet tegen. Klopt dat of niet? Nee. Luister, gedrag. Niets. Nee, Bilal, Bilal Anita zegt ook dat, dat ze daar niet van heeft. Abkoude kwam gewoon in jou op. Abkoude. Bilal moet wel een beetje tegenverlies kunnen. Ja, zij heeft, Anita heeft gewoon gewonnen. Je ziet jouw eerlijkheid niet, maar dat is goed. Nee, ik heb het niet. Hou gewoon je mond dicht. Bilal, doe dit zo boos, vriend. Hou je bek, echt, hou je bek, laatste keer. Hou je bek. Gewoon tegen je verlieskunde is ook een vak, hè? Zij, Anita heeft eerlijk gewonnen. Dat is het, is niet eerlijk gegaan. Daarom ben ik boos, meneer. Ja, nou, ik heb het niet gezien, Bilal. Ik neem aan dat jullie twee eerlijk zijn. Ja, want ik ben altijd oneerlijk, hè? Daarom. Want... Nou, ik heb het niet gezien, Bilal. Het is een competitie, er valt de prijs winnen. Ik wil dan altijd winnen. En dan wordt er gesteggeld. Want Stijn had gewoon op een blaadje op koude geschreven. Waardoor Anita de laatste vraag wel wist, anders had ze het niet geweten. Nou, hij mag gewoon blij zijn dat zijn tanden niet in zijn mond hebben geslagen. Want ik kon in plaats van water ook vuur op lava en zijn gezicht spugen. Nou, ik heb het niet gezien, Bilal. Ja. Gewoon rustig. Luister, meneer zegt dat hij zijn bek dicht moet houden, anders zit nou, ik ga niet zeggen bek te houden, maar wel Stijn, hou even je mond. Ja, het lijkt me beter. Goed. Goed, gefeliciteerd. Ik weet zeker dat jij nou... anders ga je maar even... Want ik ben nog steeds boos, of niet? Je kijkt me heel boos aan. Eerlijkheid irriteert me, klaar. Ja, nou, drink al een slokje water dat je even tot rust komt. Gefeliciteerd. Nou, dank u wel. Allemaal video's staan erop. Ik ga het zien. Van wiskunde, als je die allemaal dan doorkijkt, dan... Oh, hey! Wat is dit? Gast! Wat is dit, Bilal? Wat is dit? Hey, ho, 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 hey, hey, hallo, hallo, Stijn en Bilal, ga je hem zo? Wat gaan ze nee, niet, wat is dat dan? Hey, wat heb jij, wat is dat? Wat heb ik, al je tanden? Wat heb ik, godverdamme! Wat doe je in godsnaam? Stijn. Ja, sorry, ik moest lachen, meneer. Spijt me. Even zitten. Wat is er met jullie aan de hand, joh? Ga eens even. Voor water in mijn gezicht. Heb je verdiend? Ook over de water weg. Ja, man. Jeetje, wat een oproering. Ik denk gewoon even een leuke lood. Anita, hup. Even. Anita, hup. Even. Goed. Wat een consternatie, zeg. Ja, Bilal, gaat het weer? Ik heb geen pen, mag ik er mee? Ik ben helemaal geen shirt, snap meneer. Er zijn nou twee mensen nat. Zo. Ja. Meneer Hoefnagels is nat en Stijn is nat. Nou, dames en heren, wat een consternatie allemaal. Ik raad aan voor de mensen die ook niet zo heel erg goed gaan. Ga even kijken naar de www.digistudies. En daar kan je examentraining doen. Als je die, ze hebben alleen maar video's, hele leuke video's. Als je die kijkt, 98,8% slaagt als ze deze video's kijkt. Zo, Anita. Dus, je hebt een hele grote kans. Ja, dus je gaat, als je deze video's kijkt op Digistudies, dan weet je eigenlijk zeker dat je gaat slagen. Nou, hoe mooi is dat? Dat heerlijk. Dat is van? Dat zou fijn zijn. Fijn zijn. Ja. Wiskunde, daar snap ik gewoon echt helemaal niks van. Ik heb het van ons rug. Maar het is voor mij, nou ja, als je letterlijk zegt wiskunde, het is letterlijk uit mijn hoofd gewist. Want ik wist, het is kunde niet, ik heb geen wis. Wis. Goed, gemiddeld trouwens, de mensen die examentraining volgens Digistudies doen, gaan 1,2 punt hoger dan, ja, dus ik zou echt even kijken. Ga zitten en geniet ervan, alsjeblieft. Nou, het droogt vanzelf wel even op, denk ik, hè. We gaan verder met de les. Anita? Ja. Ja, daar ben je weer. Hoe sta je eigenlijk voor de rest van de vakken? U had het nu over wiskunde, maar als, ja. Als we over bio waren begonnen, kijk, dan had ik sowieso voor het bord gestaan. Dan sta je nog lager. Nou, ik denk, wat is het? Een 1,8. Wow. Een 1,8? Hoe doe je dat? Bamblondje! Nou, dan raad ik helemaal aan om eens te kijken bij Digistudies. Ja. Want die hebben ook voor elk vak hebben ze een examentraining. Goed, dit was het. Of dit was het. Dit was het helemaal. Je moet pas beginnen met de les. Wat gaan we vandaag doen? Jouw slaan. Mijn slaan. Met de hele klas. Met de hele klas mee gaan slaan. En wat leer je daarvan? Ik ben er wel heel blij mee. Maar niet eerlijk. Wat niet eerlijk. Het leven is niet eerlijk, Bilal. Abonneer, like en deel.